Dagkijkers, welkom bij Z-Insurance. Ons land telt hoe langer hoe meer startende ondernemingen. En vooral jongeren blijken opnieuw de stap te zetten naar het ondernemerschap. Dat is bemoedigend nieuws, maar uiteraard hangen daar ook wat risico's aan vast. En dat is een vraag voor de verzekeraars en hun makelaars over hoe ze starters op een goede manier vooruit kunnen helpen. Ik praat er vandaag over met Edwin Klaps van AG Insurance. Meneer Klaps, welkom. We zien steeds meer starters in ons land. Blijkt dat ook uit de cijfers van jullie als verzekeraars? Ja, inderdaad. Dat blijkt uit onze cijfers, maar ook uit de algemene cijfers. Ik heb even op laten zoeken en het blijkt dat er toch verleden jaar. 82.000 startende ondernemingen waren, wat een record is. En wij zien dat ook in onze cijfers, dat er meer startende ondernemers bij ons verzekerd zijn. En verder zien we ook dat deze trend zich verder zet dit jaar, wat dus bemoedigend nieuws is. En wat super bemoedigend nieuws is, is eigenlijk dat vele van deze ondernemers ook na een poosje een aantal werknemers aanwerven. Wij zien dat aan de arbeidsorganenverzekering en dat is dus dubbel goed nieuws voor het werkstelling en het ondernemerschap in ons land. Nou, ja, positieve cijfers ook bij jullie. Zijn er nog specifieke trends die? Opmerken? Ja, we zien dat er bij de startende ondernemingen dat er toch meer ondernemers in het, de dienstensector starten, ook adviseurs en softwareontwikkeling. En we zien ook een opkomend aantal ondernemingen die actief worden in de deeleconomie. Jonge ondernemers die een eerste ervaring opdoen in een, op een, in een platform en dan de smaak te pakken hebben en beslissen om zelf een eigen onderneming op te starten. Allemaal trends die te maken hebben met jonge startende ondernemingen. Welke soort verzekeringen hebben jullie voor die jongeren? Wel, die verzekeringen, omdat het een breed palet is van activiteiten die de jonge ondernemers gaan doen, moeten we natuurlijk afstemmen op hun behoeften. En zo'n afstemmen op hun behoeften kan door een goede risicoanalyse te doen. Dat is typisch iets wat een makelaar kan doen. En dan kan een makelaar een totaal package voorstellen met een aantal garanties of dekkingen die op elkaar zijn afgestemd. Wat zit er dan bijvoorbeeld in zo'n pakket? Typisch zitten daarin natuurlijk een wagen, een bedrijfsgebouw, maar ook een aansprakelijkheidsverzekering hoort daar zeker toe. En dan afhankelijk van, de, van het aspect of van het deeldomein worden daar elementen aan toegevoegd. En wat is dan het voordeel van zo'n totaal pakket voor een startende ondernemer? Het voordeel van een totaalpakket voor een startende ondernemer is dat hij eigenlijk een totaal overzicht heeft van zijn verzekeringen. Verder kan er een gebundelde betaling gebeuren, zodanig, zonder extra kosten, zodanig dat hij bijvoorbeeld trimestrieel of semestrieel kan betalen. En ook de dekkingen zijn goed op elkaar afgestemd. Verder is het ook mogelijk dat de bepaalde verzekeraars, zoals bij ons, een premiekorting toekennen of ook zelfs een premie terugstorten wanneer er weinig schade is. En ook een aantal verzekeraars geven bijkomende diensten voor klanten in een totaalpakket, zoals bijvoorbeeld het innen van onbetaalde facturen. U spreekt over een totaalpakket, dat is altijd een beetje one size fits all. Hoe zorgt u ervoor dat er dan toch maatwerk mogelijk blijft voor een specifieke situatie van een starter? Wel, uh, in alle gevallen, bij een starter, maar ook bij een andere ondernemer, is maatwerk niet enkel wenselijk, maar ook noodzakelijk. Veel hangt dan ook wel af van de flexibiliteit van het totaalpakket, maar ik denk dat wij een uh, voldoende flexibiliteit hebben. En alles start met een risicoanalyse die door de makelaar wordt uitgevoerd. In die risicoanalyse bij het begin, maar ook in de loop uh, van het leven van het bedrijf, en zeker bij een startende onderneming, waar mijn startende onderneming nieuwe activiteiten kan ontwikkelen of hopelijk snel uh, in de omzet groeit. Is dit belangrijk? De makelaar gaat komen met de klassieke dekkingen, zoals een auto, een brand, een aansprakelijkheid. Maar Rood gaat ook kijken naar de niet-klassieke dekkingen, zoals bijvoorbeeld een bedrijfsverlies, wanneer het bedrijf tijdelijk onbeschikbaar zou zijn na een brand, of ook uh, de aansprakelijkheid van de bestuurder van de vernootschap. Klaps, hartelijk bedankt voor uw toelichting. En u, dames en heren, bent bedankt voor het kijken. Graag tot volgende week donderdag voor een nieuwe Z-insurance.